Vervelend nieuws voor Kim Lian van der Mie, 40. De presentatrice is opgenomen in een Zweeds ziekenhuis. Vanwege een nierbekkenontsteking moet de presentatrice een paar dagen in het ziekenhuis doorbrengen. Tekst gaat verder onder advertentie. Kim Lian reageert op haar ziekenhuisopname via Instagram. Zij laat weten dat het goed met haar gaat, maar dat ze hevige pijn achter de rug heeft. Ik ben een tijdje afwezig geweest van Instagram en dit is de reden. Pijn. De presentatrice post op Instagram een foto waarop ze in een ziekenhuisbed ligt en laat weten hoe het nu met haar gaat. Zaterdag ben ik opgenomen met 40,2 graden koorts en hevige pijnen in mijn buik, schrijft ze bij de foto. Het blijkt dat ik een nierbekkenontsteking heb. Erg pijnlijk en vervelend, maar er wordt goed voor me gezorgd en ik ga er weer helemaal bovenop komen. Kim Lian had het nieuws liever voor zich willen houden. Maar de Nederlandse media was haar te snel af. Nou, dan vertel ik het jullie liever zelf, schrijft zij bij de post. De presentatrice moet nog een paar dagen doorbrengen in het ziekenhuis, wat voor haar bepaald geen pretje is. Dankzij de coronamaatregelen mag ze geen bezoek ontvangen, dus als jullie leuke Netflix-series of films, online spelletjes, boeken tips voor me hebben om de aankomende dagen mee door te komen, schrijft ze aan haar volgers. Take care and see you soon. Let's blokkade.